In deze tijd van de cross af en toe, baanwielrennen, zesdaagse komen eraan, hebben wij natuurlijk bij dit programma natuurlijk ook de gelegenheid om eens wat na te beschouwen, terug te blikken, vooruit te blikken misschien op het komend jaar. Dat gaan we nu doen met Jan Maas, renner bij Jayco, natuurlijk een ploeggenoot onder andere van Dylan Groenewegen. Hij reed de Vuelta en die reed hij op zijn zacht gezegd niet pijnvrij. Samen trekking van omstandigheden. Ik ben de etappe 13 vrij hard gevallen in de afdaling. Samen met de ploegleiding kwamen we er al wel snel achter dat er mogelijk een breuk zou zitten in mijn rib. Maar door goede screening bij de dokters en met de ploegleiding en met de fysio zijn we gewoon tot de conclusie gekomen dat ik wel door zou kunnen fietsen. En op de laatste etappes, vooral etappe 20 en het criterium in de Vuelta, ging heel erg snel achteruit qua conditie en presteren. En we dachten eigenlijk allemaal dat ik gewoon naar de kloten was, omdat het een vrij zware Vuelta was. Uiteindelijk bleek iets meer last te hebben dan dat was gedacht. Ja. Ja, iets meer last. Ik bedoel, als ik mijn ribben breek, dan lig ik gewoon plat. En jij bent gewoon door gaan fietsen. Had je niet op een gegeven moment het idee van, nou, dit is niet zo verstandig wat ik aan het doen ben? Eigenlijk heel de tijd dacht ik wel, omdat je moet je voorstellen, elke keer een half uur of een uur naar de dokter. Een uur lig ik op de tafel bij de fysio, een uur bij de masseur. Dus ik word heel goed gescreend, of ik werd heel goed gescreend door de ploeg. Dus elke etappe was het een soort van, we kunnen wel door. Maar inderdaad, aan het einde van etappe 20 was ik zo erg naar de kloten. Dat mijn longblaasjes wat geïrriteerd werden. Door uiteindelijk, wat ik achteraf niet wist. Wat ik achteraf pas wist, een infectie aan mijn longen. Dat kwam er ook nog bij. Daardoor spuurde ik af en toe wat bloed in de finale. Maar dit was uiteindelijk helemaal niet super gevaarlijk. Maar toen dacht ik wel van, het was niet het slimste. En ik zou het ook zeker niemand adviseren. Maar dat maakt het wel een redelijk bizarre tocht. Ja, want jij wilde gewoon per se je eerste grote ronde uitrijden. Ja, klopt. Ik had daar gewoon heel erg de drang naar. En ja, zoals gezegd, samen met de ploeg hadden we gewoon elke dag kunnen besluiten van ja, gaan we door of gaan we niet door. En ja, uiteindelijk was onze kennisgeving dat er waarschijnlijk alleen een breukje was in de ribben, waar je heel weinig aan kan doen zelf. Dus toen dacht ik ook van ja, als ik alleen de ribben heb gebroken, dan... Of alleen een rib heb gebroken of een scheurtje of iets, dan waarom zou ik niet gewoon uitfietsen? Want daar zou ik later altijd spijt van hebben. Maar het was eigenlijk wel constant een gevecht met jezelf dan, denk ik, of niet? Ja, het was, ik moet zeggen, vooral fysiek gewoon heel zwaar om als een oud mannetje voor je gevoel de fiets op te stappen en het uit bed kruipen, zeg maar, omdat je zo last van de rib had. Dat was vooral zwaar. En ja, wat ik zeg, de etappe 20, dat was 200 kilometer. Ja, dat was 6 uur voor mij dan. Vechten voor de tijdslimiet. En die laatste etappe was het criterium. Ja, daar heb ik gewoon echt heel erg afgezien. En dat was dan ook wel mentaal zwaar. Dat je in het criterium eigenlijk gelost wordt. Terwijl je denkt, eigenlijk is dat maar een peulenschilletje, zeg maar. Ja, en dan heb je ook het idee, nou, ik ben er bijna, maar dan komt er ook nog zoiets bij kijken, dus ja. Ja, dat is het vooral. Je bent 20 etappes al zo erg aan het vechten en iedereen had juist heel erg mijn rug, om zo maar te zeggen. En ze zeiden allemaal van, ja, je bent nu zo dichtbij, ga er nou maar voor. En tuurlijk, je bent naar de kloten, maar iedereen heeft zijn eigen verhaal en... In zo'n grote ronde en blijven vechten. En ja, het was letterlijk nog 80 of 70 kilometer als je de kilometers uitrekenen. Dus ja, dan ga je ook niet zeggen van ik stap af en het was goed geweest.